sinds ik bij Sparta werk, heb ik het gevoel als ik nieuw thuis en nieuwe familie heb ik gevonden. Ik woon sinds september 2016 in Nederland. Ik ben in Syrië opgegroeid toen de oorlog uitbrak. Jouw leven is niet veilig meer, dus ik moest dit land uitvallen. Ik heb alles achter mij moeten laten. Mijn ouders, mijn broers, mijn loopbaan, mijn vrienden. Ik moet alles verlaten. Via AZC-kamp hoorde ik de Sparta Rotterdam. Mensen zochten om als verkeersregelaar te werken. En heb ik het kans met beide handen aangegrepen. Nu ik werk in de koken van het spelershome. Ik zorg ervoor dat de spelers elke dag goed te eten. Ik vind dat fantastisch. Hij is iemand die heel erg betrokken is bij het verzorgen van de spelers. En de spelers waarderen dat. En dat geldt voor mij evenzeer. Als de spelers goed eten, dan kunnen ze ook beter spelen. We beseffen denk ik heel goed waar en welke omgeving we werken. Dus ik denk dat Sparta een heel mooi platform kan bieden en mensen kan weer aan banen kan helpen. En ik denk eigenlijk zelfs dat het een verplichting is. Ik voel dat ik echt gewaardeerd ben. Sinds ik bij Sparta werk, had ik het kans om mijn leven opbouwen en ook naar mijn toekomst kijken. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.